Ik ga hem nu even bellen of FaceTime. Hou ze. En hij gaat ons vertellen wat die switch heeft veroorzaakt en hoe hij ernaar kijkt. Wakker, bro. Wakker, mano. Hoe is het met je? Rustig, hoe is het met jou dan? Lekker, man. Je bent live. Ja, hoor. Hoor je me goed? Ja. Ik ben met Fano en Armin ook, man. Gezellig, man. Hoe is het, boys? Rustig. Met jou ook goed, hoor ik. Rustig. Kampo is back, hè? Hé, we moeten. Dus we hebben het net gehad over hoe voor ons de switch van hip-hop naar house een beetje is gekomen. Dat we nu meer naar dat soort festivals gaan, meer naar dat soort muziek luisteren. En jij hebt onlangs ook een switch gemaakt. Jij hebt vaarwel gezegd tegen hip-hop, eclectic draaien in ieder geval. Hoe is dat voor jou zo gekomen dan? Ja, bro, kijk, zeg maar, toen ik begon met draaien, ik begon als Latin House DJ. Dus die switch is niet zo groot voor mij, maar... Ik ben toen natuurlijk gebeld door Jam en met BL zijn we toen het is gewoon een uit de hand gelopen grap, als ik het zo even mag zeggen. En nooit gedacht dat we zo groot zouden worden in die wereld. Dus het heeft ook even geduurd om tijd aan het andere te steken. En dat is nu kwam de ruimte voor, ook omdat we met BL minder spelen. Je gaat meer voor exclusiviteit, om langer door te gaan. Ja. En nu was daar meer tijd voor. Dus ik ging al zelf alleen naar dit soort feesten. En wat ik denk dat waarom het publiek nu erop afgaat, is sowieso... Ik heb het met veel mensen erover gehad. En we hebben natuurlijk corona gehad en iedereen ging aan de drugs. Op privéfeestjes of noem maar op wat coronaparties. En... En daar, zeg maar, daarna, toen de wereld open ging, dachten de mensen van oké, waar kan ik iets op hebben? Dat is op een housefeest, om het even zo te zeggen. Mm. En dus nu, iedereen die dan één keer proeft hoe de dansvloer is op een housefeest, dan word je eigenlijk bijna niet anders. Omdat het een en al positiviteit, ik praat drugs niet goed, maar dat zorgt wel voor een hoge frequentie dan alcohol. Alcohol is best wel een lage frequentie, dus er ontstaan ook vaker ruzies. Je weet het, daar hoeven we niet eens over te praten. En ik denk door de positiviteit die house met zich meebrengt, mm-hmm. en dat meerdere mensen hebben kunnen proeven door corona, dat nu die switch gewoon zo gaande is. Dat ik vaak mijn kleurgenoten zie, ook op een housefeest. En daar hebben jullie die switch van broederliefde naar deep tissue. Hoe gaan jullie, hoe ervaar jij dat dan? Wat eigenlijk, ja, niet je was op de achtergrond, maar bij de shows ben jij de DJ die achter staat. En nu ben je de DJ die op de voorgrond is. Dus hoe is dat nu anders dan broederliefde? Ja, het is niet, ja, kijk, zeg maar, in broederliefde heb ik meer een dienende rol. Mm-hmm. Maar, en ik ga daar ook gewoon lekker op. En bij house, ja, met dit sta ik iets meer op de voorgrond, maar... Je weet toch, het is niet dat ik ermee te koop loop of zo. Dat is niet mijn motief om op de voorgrond te zijn. Je weet toch, het is gewoon van een passie die ik ook heb. En waar die ik niet alleen deel. En ook de boys. Dus ik doe Edson Caesar solo house draaien. En Deep Tissues, dus het oude ego van broederliefde. Yeah. Dat doen we met z'n allen, omdat we allemaal fokken met house, snap je? Yes. En misschien eentje meer dan de ander, maar iedereen fokt ermee. Okay. En dus het is niet eens een grote switch, maar het is wel dat er nu... Ik moet deze kaart trekken. Ja. En de boys trekken bij jou dan op muziekbasis, snap je? Ja, cool. Wacht, ik geef je even Armin, wacht. Edson. Ik had het net over met Yuki's en met de Fano van hey, wanneer was dat voor jou zeg maar een ding? En ik zei van, ik ging jaren geleden al vaak naar Maasilo en het heet nu Now & Wow, maar boven 010 nog wat, ben even vergeten. En jouw Toffler natuurlijk. Ja, Factory is nou juist, 010 Factory. Maar wat voor rol speelde Maasilo en met name in Rotterdam qua feesten voor mensen met een andere achtergrond die naar dat soort feesten gaan? Voor mijn gevoel was Maasilo echt die plek waar het kon. Dat je zeg maar van om urban even te zeggen naar house ging of zo. Ja, want voor mijn gevoel in Amsterdam was er niet echt. Je hebt wel die plekken, maar daar gingen wij dan niet naartoe. In Rotterdam had je Maasilo waar het zeg maar echt kruisde. Bijvoorbeeld voor mij was Triangle echt zo'n moment. Ja. Ik hoor je. Kijk, wie daarna goed heeft opgepakt is Gifso.
Hey, dat is ook van Karim Soliman. Ja. Voor de mensen die, die hem niet kennen. Hij fokt best wel met de urban scene. Hij heeft een tune met Moola gemaakt. Hij heeft een tune met ons gemaakt. Hij heeft een tune met Busy gemaakt. En mensen gaan daar lekker op. Hij had gewoon door dat er een nieuwe lichting op komst was. En hij ging dus spelen. Kijk, als jij nieuw komt in de scene. Als jij net in de house scene komt, net naar housefeesten gaat, dan heb jij even focus nodig, snap je? En dat snapte hij goed. Kijk, later, nu ga ik gewoon naar housefeesten, er zijn geen focus. Daar ga ik ook lekker op. Maar in het begin, en ik kan daarvoor meer, daar spreek ik denk voor iedereen die van urban naar housefeesten gaat, eerst heb je even een beetje die herkenbaarheid nodig. Al is het een remix van Drake of zo, in ieder geval, je hebt die herkenbaarheid nodig. En dat, daar is Gift Soul eigenlijk de voorloper voor. En sowieso Rotterdam. Rotterdam heeft heel veel grote spelers gehad en heeft. Benny Rodriguez is denk ik de grootste Nederlandse DJ in de zin van hij kan in één straat op één avond spelen en hij pakt overal zijn fee en niemand klaagt. Want dat is wat hij doet. Hij is geen internationale DJ. Dus hij... als je exclusiviteit wil, moet je 20 ruggen betalen. Ja, dan speelt hij niet verder in de straat. Maar hij is de enige guy die gewoon in de straat op 3 feesten kan staan. En gewoon 3 verschillende sets kan doen, je weet toch. Dus Rotterdam is gewoon daarin een voorloper in nieuwe dingen. Ja. Dus Henry James en Ray Marciano zijn ook groot geworden in Rotterdam, snap je? Ja. Vooral Now & Wow en Maaslo, die locatie voor mij was voor mij echt... en ik denk ook veel DJ's echt die overgang, daar kruisten het, zeg maar. Waar Triangle, hip-hop en house was. Ja. Ik kan me nog een editie herinneren met jullie en Made. Ja. Maar iedereen was off the shit, zeg maar. Ja, man. Gewoon, eigenlijk is dat gewoon echt een Rotterdams feestje. Omdat ja. je al die dingen ook hebt in Roffa, snap je? Dus, en dan ga je ook, ben je bij die urban stage, ga je even bij die house, oh lekker. Of die gozer die bij de house staat, kom even bij urban. Ja. Maar nu zijn er ook mensen die daarop tegen zijn, snap je van. Die vinden niet lauw dat er zoveel mensen van de urban nu naar house komen. Je had dan een steekpartij bij Solid Grooves 2 jaar geleden. En dan zeiden ze van ja, het komt, dat zijn urban mensen. Je weet toch bro, wat zijn urban mensen, snap je? Ik ga al zoveel jaar naar housefeest. Ik heb nog nooit gevochten. Ik kom ook uit de urban. Dus dan wil om iedereen over één kam te scheren. Dus dat heb je ook, snap je? Mensen die het helemaal niet eraan vinden dat andere mensen nu ook komen, om het zo te zeggen. En ik vind het is voor iedereen. En als je gaat kijken waar het allemaal begonnen is, hip-hop en house liggen helemaal niet zo ver van elkaar. Als house is black music. Zeker niet. Als je house gaat vertragen, kom je gewoon op een hip-hop beat. Of als je hip-hop gaat versnellen, kom je gewoon op een house beat. Merk je dat ook in de industrie? Dat ze zoiets hebben van, Ja, het is wel heel erg afgebakend, hoor. Het is een journey die we gaan... die we volgen, maar het is wel het wordt een pittige journey. Maar je begint op de kleinere feesten, de grote feesten, Loveland. Gaat nog niet gelijk zeggen van, kom hier maar staan, daar heb je nog echt wel wat credits voor nodig. Maar het is wel een scene van credits en ons kent ons. Dus je moet echt gewoon... het is niet wie je bent, maar wie je kent in die scene, man. Ja. En dat is het gewoon. Als ik goed bevriend ben met bijvoorbeeld Pasa. En Pasa vindt het tof om mij mee te nemen met hem. Ja, dan heb ik het geluk dat ik bevriend ben dan met Pasa. Maar het zal misschien niet zozeer zijn dat ik een keiharde DJ ben. Want er zijn misschien ook gekkere DJ's dan mij die nog niet eens op een goed feestje hebben gestaan. Maar ik wel, omdat ik weer een netwerk heb, snap je? Ja. Dus ja, het is gewoon als ik je nog dieper ga vertellen van hoe het werkt, je weet toch, dan ga je schrikken, man. Maar het is gewoon DJ's, als je bijvoorbeeld de grootste DJ wil boeken, ik ga geen namen noemen, maar als je de grootste DJ wil boeken van die scene, dan ga je oké, je kan me boeken, betaal je 60 doezoe. Maar dan moet je ook een uur voor mij en nog 2 uur voor mij draaien deze DJ's. En moet je ook boeken. Dus dan zijn de hete slots al weg. Snap je? Dus dat wil zeggen dat niemand anders op hem kan vinden of monopolie. Hem groot kan worden. Oh, ja, want dat is eigenlijk ook wat ik meteen wilde vragen. Want hoe is het dan eigenlijk om als
ja, grote jongens, om het zo maar eens hele grote jongens uit de rap scene, dan te move naar een scene waar jullie eigenlijk, ja, vrij onbekend zijn, om het zomaar even te stellen. Je moet opnieuw beginnen. Kijk, zeg maar, ik heb het geluk dat we sowieso geen hoogvliegers zijn, dus we hebben geen hoge dunk van onszelf, dus om even onderaan de ladder te staan is niet erg. Is ook fijn in a way, omdat je nu iets te bewijzen hebt, maar het is soms wel, tuurlijk, je weet toch, soms streelt het wel je ego of ga ik in, ben ik in gevecht met mijn ego van hey, laatst was ik bijvoorbeeld geweigerd omdat ik een trainingspak aan had. Volgens hun was het een trainingspak, volgens mij niet. Het was iets tussenin, maar het was gewoon fashion. En maar dan ben je gewoon nobody. Terwijl als ik gewoon ergens bij de Masilo kom, al kom ik in een Jalaba, dan word ik gewoon binnengelaten, snap je? Ja. Nu is het gewoon van, dan moet ik me mail houden, naar de auto, even aan de broek aandoen. En echt gaan, want je kan geen vijanden gaan maken, snap je? Ja. Yes. En ik had laatst ook dat ik naar de wc wou. En toen kwam er een guy en hij zei van, wat doe je hier? Ik zeg van, ja, ik moest even naar de wc, man. Want de wc was heel druk. Hij zegt, nee, hij zegt, je mag hier helemaal niet komen. Hij zegt, je moet naar een andere wc, ik ga gewoon naar publiek wc. Dus, en toen Chico Rose, mattie van mij, best wel grote DJ in die scene, hij zei tegen hem, oké, is goed. Dus toen ging ik weg, toen zei hij, hey bro, je gooit bijna al je glazen in, want deze guy is van deze van dit festival. Een van de grootste van Nederland. Je toch, dus dat is een moment dat ik eigenlijk wil zeggen van, hey vaka, maar ik moet gewoon mijn mond houden, want je bent nobody. Je weet toch? Dus, wacht. Yuki had nog een laatste vraag. Nog een laatste vraag. Jullie hebben 16 oktober een Deep Tissue ADE pre-party of zoiets. Hoe gaat dat eruit zien dan? Wat kunnen we verwachten daarvan? Dan gaan we het eigenlijk tentoonstellen waar we de afgelopen 3 jaar aan hebben, gewerkt, zeg maar. Mm-hmm. En we hebben met op Gifso Festival een klein preview gegeven. Daar was ook Landy bijgekomen, live muzikant. Dat is ook best wel uniek. En we gaan gewoon iets brengen, gewoon net als BL. Wat wij doen in die scene wat niemand doet, willen wij ook hier komen en iets doen wat niemand doet. Ja. Dat is waar we voor staan. En we hebben altijd verschil gebracht met verschillend zijn. Dus dat is wat we nu ook weer gaan doen. En we gaan styles blenden. Dus het is niet alleen tech house. Je hebt ook minimal tech of wat kind of music draait. Dat is melodic. Ja. Beetje Latin house. We mixen het gewoon. Okay. En die cocktail, dat is uiteindelijk Deep Tissue. Oké, nou, ik ben benieuwd, man. We zijn er sowieso. Heeft DJ Tutti Frutti ook set tijd? Of deze keer weer niet? Hij is Deep Tissue, dus je weet toch? Ja, hij moet niet draaien voor jassen deze keer. Wat zei je? Hij hoeft niet te draaien voor jassen. Ga erover. Hij zit me helemaal gek te maken. Oké, dankjewel, man. We zien jullie dan. Hey, jullie bedankt. Ja, man. Rustig lobby. Ciao. Rustig. Kampo, lobby. Oh, rustig.